Zoals elk jaar delen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun drie dochters gelukswensen via social media met een kerstkaart waar het gezin stralend op staat afgebeeld. Bijzonder aan deze foto, hun drie trouwe viervoeters staan er ook op. De oplettende kijker ziet meteen dat er een hond mist, Labrador Skipper. De RVD laat weten dat de Oranjes in april afscheid moesten nemen van de hond. Nu hebben ze alleen nog Labradors Nala en Luna. Naast de twee Labradors zien we ook Mambo, die dit jaar speciaal voor Maxima werd aangeschaft om het lege nestsyndroom een klein beetje tegen te gaan. De foto werd gemaakt voor aanvang van het muziekgala van Avrotros dat werd georganiseerd ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koningin Maxima. Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2022, schrijft het gezin erbij. De kerstgroet wordt ook gedeeld in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments. Voor Amalia was het een bijzonder jaar. Begin deze maand is de prinses namelijk 18 jaar geworden. Bij iedere tiener verandert er op die leeftijd natuurlijk van alles, maar voor Amalia verandert er ook staatsrechtelijk een boel. En net als bij prinses Beatrix en koning Willem-Alexander gaan we haar nu vaker in het openbaar zien.